Het is morgen in Santiago. Licht bewolkt, een zalige temperatuur. En ik ben in afwachting van de chauffeur die mij brengt naar Jarabacoa. Jarabacoa, de plek waar wij, de eenhoorn, onze koffie vandaan halen. Ik ga de plantage bezoeken. Ik ga de familie Ramirez bezoeken. En ja, deze samples, groene bonen, gaan we vandaag testen. En dat moet hopelijk leiden, en dat zal zeker gebeuren, tot die mooie Monte Alto koffie uit de Dominicaanse Republiek. Ik ga jullie meenemen. Ik hou jullie op de hoogte. Ja, en daar zijn we dan. Bienvenidas a Jarabacoa. How long will it take that these young plants will grow up and give some nice fruit? From the seed will be 3 years. 3 years. From the seed. But here at the nursery we will spend from 8 to 10 months. 8 to 10 months. 2 months at the soil, and in the bags will be 6 to 8 months, depending of the season. After we send to the farm, the first year don't have any crop, but for the second year, that will be the third year, yeah, we start the first crop. Okay. It's in the 3 years. 3 years. In the 3 years, we start the production. Yeah. Yeah, from the seed. Yeah. Yeah. If we describe your beans, your coffee, it's really mild and sweet. Can you explain why that taste come out of these coffee beans? Exactly. One of the characteristics that have our coffee, one is because we use 100% Arabic coffee, and specific most of the big quantity is Caturra and Caturra inside of the Arabic variety. When we are located from 1,000 to 1,200 meters, we can have a sweetness, very good sweet coffee. If we are in the low area, it's not so sweet, the coffee. At the highest altitude, we have more sweetness. And also a small, a medium acidity, you know. Yes. All the coffee that you receive have a nice acidity. Yeah. Not too strong, no. But have a good acidity. That is one of the characteristics that come from the altitude and the soil that we have in our farm. Okay, nice. Yes. Nou, we staan hier op 1253 meter hoogte, twee velden, de Sotano en de Mirador. En op deze hoogte komt onze koffie vandaan. Dus 1250 meter. Even een algemene stelregel. Hoe hoger de koffie groeit, hoe beter de kwaliteit kan zijn. Op deze hoogte hier groeit rijkelijk de koffie van Monte Alto. Nou jongens, nog 9 à 10 maandjes en dan kunnen jullie geplukt, ontpulpt, gedroogd, gefermenteerd, gesorteerd en dan richting kampen. Kan niet wachten. Hier, als je een berg op wil, moet je hem er ook weer af. En dat zijn we nu aan het doen. We zijn de daling aan het inzetten. En net als bij het wielrennen, is dat ook geen sinecure. Ik denk dat je over goede stuurmanskunsten moet bezitten om dit weggetje lekker ontspannen naar beneden terug te rijden. Ik probeer ook heel ontspannen te zijn. Dat doen we nu. En ondertussen naderen we de boer. Adios. Okay, bye. Loco. It's the person who in charge of the farm. Okay. See, the name is El Bate. El Bate. El Bate. The nickname El Bate. Okay, adios, El Bate. Okay, gracias. Bye, bye. Nou, we hebben net met elkaar gekupt.
En de stijl van de boeren en het bedrijf Ramirez naar boven zien te krijgen. Het milde karakter, het licht zoete, maar ook dat fruitige, dat komt toch echt in een koffie naar boven. En Eddie gaat mij nu 3 samples meegeven die ik thuis kan cuppen. En dan zullen we het met het Eenhoorn team ook in Nederland cuppen. En dan gaan we indicaties geven. Het was een hele interessante cuppingtafel. Hoe mooier kan ik het afsluiten nu Eddie mij een mooie baseball pet heeft gegeven van zijn bedrijf. Petje af, Eddie. Dank, we gaan door.